diep in de Afrikaanse jungle geeft een gorillamoeder een achtergelaten baby de naam Tarzan en neemt hem mee als haar eigen zoon. Ook al schuwt de leider, de zilveren Kerkchak, dit onbehaarde wonder. Tarzan groeit op met zijn beide handen apenvriendje Turk en zijn neurotische kameraad de olifant Tantor. Zo ontwikkelt hij alle instincten van een dier en leert hij alles over de jungle terwijl hij razendsnel door de bomen zweeft en zwaait. Maar als plotseling zijn soortgenoten verschijnen, waaronder de beeldschone Jane, staan twee werelden op het punt om één te worden. Welkom bij de recensie van Tarzan. Ik ben Vincent en jullie nemen een kijkje naar deze film. Tot nu toe vind ik Tarzan de leukste en beste film van alle Disney-films. Disney-films kunnen soms te zoet en prekerig zijn en zullen door een musicalvorm zeker niet ieder animatiefan aanspreken, maar het overdonderde spektakel dat Tarzan heet zal voor weinig mensen te weerstaan zijn. Dit is een film die je alleen om zijn geweldige dynamische actiescènes al keer op keer kunt bekijken. Er zit humor in, een vleugje romantiek. Er kan gewoon weinig meer fout gaan. Tarzan gebruikt een nieuwe techniek waarmee eigenlijk meer lagen in de animatie kunnen worden aangebracht en dat is te merken. De wild begroeide jungle vol met indrukwekkende bomen en bladerdaken en kleurrijke flora en fauna komt op een opwindende manier tot leven. Het is echt schitterend. Het verhaalelement is er eigenlijk wel duidelijk en ook eigenlijk de personages. De wees die het nieuwe huis vindt, het verlies van een kind, de frivole dame in nood, de gemene blauwe indringer die de nobele dieren voor zijn eigen gewin wil ketenen of uitroeien. Maar op de uitvoering is nauwelijks iets aan te merken. Het verhaal is perfect en de personages zijn uniek, hartstikke leuk gedaan. Dan niet te spreken over de fantastische muziek die is gebruikt. Kippenvel toen ik deze film keek. De soundtrack van Phil Collins is misschien niet tot ieders smaak, maar hij is tenminste niet overheersend of een doel op zich. Ik bedoel, Phil Collins heeft gewoon een prachtige stem en fantastisch. Het sluit zo mooi aan. Het gaf mij echt serieus kippenvel. Ik vond Tarzan erg sterk. Ik kreeg tranen in mijn ogen bij een bepaalde scène en dat had Bambi in mijn ogen dan weer niet. Tarzan liet eigenlijk meer zien op emotionele vlaktes. Het was eigenlijk fantastisch. Ik vind het een film die je eigenlijk gewoon moet zien. En als je hem nog niet hebt gezien, dan moet je hem zeker weten. Kijken op Blu-ray, de beste kwaliteit. Wil je de film kopen? Kijk dan even onder in de beschrijving voor een linkje. En dan kan jij hem halen op Blu-ray met Nederlandse ondertiteling. Ja, en hij is natuurlijk ook gewoon Nederlands gesproken. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze recensie. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe Disney recensie. Blijf mijn kanaal in de gaten, abonneer. Kijk even op de website www.savvy.nl voor meer leuke Disney aanbiedingen. Tot de volgende week. Doei doei!